Ilse, van harte gefeliciteerd. Afgelopen donderdag ben je beëdigd als Tweede Kamerlid voor NSC. Dankjewel. Je hebt een hele spannende tijd achter de rug, want de meeste Kamerleden zijn natuurlijk al benoemd na de verkiezingen. Maar toen stond jij op nummer 23 op de lijst en NSC kreeg 20 zetels. Klopt. Je had alles al voorbereid om in de Haagse politiek te gaan en toen ging dat net niet door. Of hoe gaat dat dan? Ja, weet je, in de politiek moet je altijd rekening houden dat het anders loopt dan dat of peilingen dat aangeven. Maar in november stond Nieuw Sociaal Contract in eerste aanleg wat hoger ervoor in de peilingen. En dan worden op de achtergrond wel allerlei voorbereidingen getroffen dat ik Avedan per direct zou kunnen verlaten. En dat was wel heel bijzonder. Dus dat heb je nu eigenlijk ook weer moeten doen. Je moet voorbereidingen treffen voor het geval dat. Ja. Ja, er zijn 4 mensen vanuit de fractie doorgegaan richting het kabinet, of als minister of staatssecretaris. En dat maakt dat ik met mijn plek 23 zal doorschuiven. Dus Nieuw Sociaal Contract heeft en nu 4 Kamerleden die wat lager op de lijst stonden, die ingestroomd zijn afgelopen donderdag. En toen ben je dus alsnog beëdigd samen met 13 anderen, hè? 14 nieuwe Kamerleden. 14 nieuwe Kamerleden, ja. Kon je toen alles uit je handen laten vallen bij Avedan? Nou, kijk, vlak na Hemelvaartsdag zag het ernaar uit dat er een hoofdlijnakkoord zou komen. En toen is ook wel aangegeven dat er een kans was dat ik een kamerzetel zou kunnen innemen. En toen heb ik ook met mijn werkgever, de Raad van Toezicht, geschakeld dat dat mogelijk eraan zou kunnen komen. En heb ik op de achtergrond wel voorbereidingen getroffen om het werk te gaan verlaten. Maar dat was wel ingewikkeld, want je weet echt helemaal niks. En er is ook pas een kabinet als het kabinet op een bordes staat. En dan gaat het ook wel heel erg snel. Ja. Hele spannende tijd. Enorm spannend voor mijn collega's op het werk, voor mijn gezin en voor mijzelf ook. Dus nu is het duidelijk. En de Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuwe bestuurder. En ik kan Avedan ook met een heel goed hart en een goed gevoel achterlaten. Ja. En je noemt ook even tussendoor je gezin, want voor je gezin is dat natuurlijk ook een onzekere tijd geweest. Ja, van wat gaat er gebeuren? Ga je wel naar Den Haag of niet? En wanneer is dat dan? En we zitten ook net in de tijd met diploma-uitreikingen, weet je, al dat soort elementen. En onze oudste dochter gaat ook uit huis om te gaan studeren. Dus het wordt wel wat stiller in huis. Want dan blijft je partner en je jongste dochter met z'n tweeën moeten ze een groot deel van de week rooien. Ja. En een hond. Want je zult veel in Den Haag zijn. Ja, wij worden geacht om op kamerdagen in Den Haag te zijn. En dan gaat het over de dinsdag, woensdag en donderdag. Ja, en het is gewoon niet te doen om dan tussendoor naar huis te gaan. Omdat de kamerdagen wel vaak lange dagen zijn. Ja. Ja, en afgelopen donderdag werd het ook gewoon 11:30 voordat het debat is afgelopen. Ja, dan kom je niet meer met het OV thuis. Nee, want afgelopen donderdag de beëdiging, felicitaties van alle kanten, omhelzingen, zoenen. Je kreeg de bloemen van Pieter om zich en het leek één groot feest. En nog geen uur later, in het debat over de regeringsverklaring, was de sfeer heel anders. Ja, en daarmee vind ik het ook heel mooi om te zien dat een moment van beëdiging, dat daar ook echt aandacht voor wordt genomen. En dat ook de felicitaties aan de nieuwe Kamerleden worden gegeven door echt alle partijen. Want je bent wel Kamerlid. Je bent één van de 150 Kamerleden. Het is eervol, het is bijzonder. En ook een grote verantwoordelijkheid. Dus het is ook heel mooi dat de felicitaties dan ook voor alle partijen komen. Want je zit als Kamerlid en voor alle Nederlanders. Ja, er werd echt tijd voor geschorst om felicitaties te kunnen geven. Ja. En maar toen dat debat startte, toen werd het wel meteen heel heftig. Hè? Mensen werden uitgemaakt voor fascisten, vuile leugens, kleuterklas werd het kabinet genoemd. Het ging er heel heftig aan toe. Denk je niet, waar ben ik aan begonnen? Of misschien zelfs, waar zijn we aan begonnen als NSC? Nou kijk, het was een ontzettend lelijk debat en ik heb mij laten vertellen dat mensen die al jaren, tientallen jaren meelopen, dat dit wel echt een van de allerlelijkste debatten was. Maar mij is ook verteld, en dat geloof ik ook oprecht, dat het in commissiedebatten gelukkig veel meer ook over de inhoud gaat. En dat partijen zich ook veel beter weten te vinden. En afgelopen donderdag vond ik het persoonlijk enorm jammer dat het niet over de inhoud ging. Ja. Mensen in Nederland die zien en voelen en ervaren dat de problemen groot zijn bij het, in de woningbouw. Kinderen die langer thuis moeten wonen, geen woning kunnen kopen. De bestaanszekerheid die onder druk staat. Ja, en in mijn beleving had het daarover moeten gaan. Kijk, de verkiezingsuitslag is ook de uitslag zoals Nederland heeft gestemd. De PVV is met 37 zetels veruit de grootste partij geworden. Ja, ik had NSC, ondanks dat we het heel goed hebben gedaan met 20 zetels, een nieuwe partij, echt meer zetels gegund. Ik vind ons verkiezingsprogramma ook gewoon nog steeds beter dan het hoofdlijnenakkoord, maar zo werkt het wel in de democratie. Je moet het met elkaar doen. Er ligt een hoofdlijnenakkoord en daar heeft ook de PVV zich aan te houden. Net zoals dat de VVD, BBB en NSC zich daaraan te houden heeft. Ja, ja, iedereen moet water bij de wijn doen als je een coalitie hebt natuurlijk. Ik dacht, we moeten, of er wordt opgeroepen hè, om weer vertrouwen te hebben. Maar als ik zo'n debat zie, dan denk je, als politici elkaar al niet vertrouwen, hoe moeilijk is het dan om in het land ook meer vertrouwen in elkaar te hebben en het idee te hebben dat de zon weer gaat schijnen? Nou ja, ik vind dat politici daarin een voorbeeldfunctie hebben. En dat geldt niet alleen in de Tweede Kamer. Dat geldt ook op provinciaal niveau en dat geldt ook op lokaal niveau. Politieke partijen moeten daarin het goede voorbeeld geven. En ik wil dat vanuit mijzelf gewoon meenemen naar Den Haag. En voor mij staat die inhoud voorop. En ik vind dat we op inhoud elkaar moeten vinden. Ja, nou, als we het over inhoud hebben, je komt uit, of je hebt nu je functie bij Avedan neergelegd. Dat was een organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk. Is dat ook het aandachtsgebied waar jij nu in Den Haag mee bezig gaat? Of wat is jouw aandachtsgebied? Mijn aandachtsgebied wordt vooral sociale zaken. En ik ga sport doen. En een aantal belangrijke onderdelen in mijn portefeuille zullen betrekking hebben op bestaanszekerheid, op koopkracht. En een groot onderwerp in mijn portefeuille is de OCTAS. En dat gaat over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dus daar zal ik mij de komende periode op in gaan werken. En vanuit mijn kennis en ervaring, vanuit het lokale bestuur en het werk wat ik bij Avedan heb gedaan, ja, zal ik ook heel erg mijn best doen om de preventie te richten op welzijn van mensen, om dat goed onder de aandacht te brengen. Want uiteindelijk is bij alles wat je doet, hoe heb je het ook achter de voordeur, is er rust en welzijn in het gezin. En wat ik bij mijn werk bij Avedan heb gezien, is dat dat bij mensen echt onder druk staat. En op het moment dat je de financiën niet op orde hebt, dat mensen daar stress over hebben, ja, dan doet dat heel veel in je gezin. Dat heeft zijn weerslag op de opvoeding. Dat heeft gewoon echt op alles de weerslag. En onderzoek heeft ook uitgewezen dat het IQ daardoor zelfs onder druk komt te staan. Dus ik ben heel blij met de portefeuilles op het vlak van sociale zaken. En met de minister heb ik afgelopen donderdag ook afgesproken dat we daar in ieder geval goed op gaan samenwerken. Want dat is waar ik het voor doe, voor de mensen die ons hard nodig hebben. Ja. Nu is, of je hebt ook ooit gezegd dat er verschillen zijn tussen het leven en wonen op het platteland en de stad. Jij komt natuurlijk uit Winterswijk, hè. We zijn hartstikke trots dat je nu in de Tweede Kamer zit. Winterswijk hoort bij het platteland. Wat zijn die verschillen en wat kun je daar in Den Haag dan mee? Nou kijk, je ziet het al op heel veel vlakken, hè? Al gaat het over het OV, de bereikbaarheid van het platteland, maar ook de bedrijven hier in de grensregio. Nou, en wat ik gewoon heel erg fijn vind, is dat mensen mij gewoon weten te vinden. Nou ja, die zaken, die ervaringen die hier in het gebied leven, kan ik echt meenemen in Den Haag. En dat, nou ja, dat vind ik ook heel mooi, dat Nieuw Sociaal Contract daarvoor staat en ook echt kijkt en heeft gekeken naar de spreiding van Kamerleden over het land. Dus naast mij is ook een Kamerlid uit Groningen toegetreden en tot Zuid-Limburg. En dat brengt echt... ja, een mooie dynamiek met zich mee tussen nou ja, stad en platteland. En ik ben niet van de verschillen, maar we hebben het in Nederland met elkaar samen te doen. En het is heel mooi dat de ervaringen die ik heb vanuit de Achterhoek en Twente inmiddels, dat ik die mee kan nemen ook naar de fractie. En wat ik heel erg mooi vind is dat het onderlinge respect heel groot is. En dat er voldoende ruimte is om die inbreng ook te geven. En zo hadden wij onlangs in de fractie, ging het over het digitaal stemmen in de Tweede Kamer. En ja, dan flap ik er wel uit dat zelfs in de gemeenteraad van Winterswijk gewoon digitaal wordt gestemd. En dat ik het dan bijzonder vind dat dat in de Kamer dan nog niet is geregeld. Nou ja, dat vind ik dan stiekem wel heel grappig. En we hebben het beste glasvezelnetwerk. Ook. Dus ja. Ik denk dat we als Achterhoek ook gewoon in die zin heel zelfbewust mogen zijn. En ook heel erg trots mogen zijn op hoe wij het hier met elkaar voor elkaar hebben. Dus we kunnen ons als plattelandsbewoners een beetje door jou vertegenwoordigd voelen in de Tweede Kamer. Ja, zeker. En de mensen weten mij ook te vinden, hè, en weten ook dat ik altijd heb gestreden ook voor de toegankelijkheid van de zorg en het ziekenhuis. Nou ja, in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract zijn daar ook woorden over opgenomen. En u mag mij daarop aanspreken, maar dat zijn echt wel thema's die binnen de fractie wel voor het voetlicht worden gebracht. Nou, en nu reces, dus je pakt je koffers en weg ben je? Nou, ik heb wel mijn koffer vrijdagmorgen gepakt om weer terug te gaan naar Winterswijk. Want ik heb 2 nachten overnacht afgelopen week. Maar komende week ben ik in ieder geval nog in Den Haag. Want ja, naast een heleboel praktische zaken die geregeld moeten worden als toegang tot de Tweede Kamer. Maar ook de laptop, het inrichten van de werkplek. Nou ja, ik heb een persoonlijke medewerker en een beleidsmedewerker. Dus wij gaan dinsdag met elkaar even om tafel. En ik ga de eerste gesprekken afvoeren op het thema bestaanszekerheid. Samen met Pieter en vertegenwoordigers van organisaties. Dus, en ik heb een heel stapel leeswerk meegekregen. Dus de komende weken ga ik me echt inlezen, kennis maken. En wat later in de maand gaan we lekker met het gezin nog even op vakantie. Die stapel leeswerk dan mee? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Je bent wel 24 uur per dag Kamerlid. En nou ja, dat was hier op lokaal niveau net zo. Ja, het gaat niet tussen 9 en 5 dat er gewerkt wordt. Dat is echt soms tot diep in de nacht. Maar ik denk dat het gewoon heel goed is. En die oproep heeft Pieter ook in de fractie gedaan, dat we ook tijd maken nou ja, voor onze gezinnen en onze familie en vrienden. En ik heb hem dat advies ook meegegeven om dat ook even te doen. Want ik denk dat het gewoon heel goed is dat je af en toe even afschakelt. En thuisfront vindt het ook echt niet leuk dat je alleen maar met je werk bezig bent. En nee. Nou ja, de tijden dat ik in Den Haag zal zijn, die worden geaccepteerd. Maar ik ben ook gewoon moeder en ik ben ook gewoon partner. Dus daar heb ik ook een verantwoordelijkheid. Dat snap ik nou. Ik wens je veel succes en ook veel wijsheid. Nou, dankjewel, want dat heb ik zeker nodig. Maar dankjewel.